mensen die een beetje zagrijnig waren. En daar ineens ze zien mij staan, lachen ze. Vrolijk. Ze gaan zo vrolijk verder. Maar weg is die ineens. Bertoni staat niet meer op de rotonde. En hij is geliefd in de buurt. Dat merkt buurtbewoonster Marty. Iemand zei een keer van zo'n man wil je als broer, zwager, vriend, collega. Dat is wel leuk. En iemand zei een keer, ik zit in een hele verdrietige periode, maar door zijn dansen kon ik die dag voor het eerst weer eens lachen. De werkgever van Bertoni deelt het enthousiasme over de dansende werknemer, maar wijst erop dat dansen op een rotonde de verkeersveiligheid en Bertoni's eigen veiligheid in gevaar kan brengen. Als er een ongeluk gebeurt, zijn ze niet verzekerd. En daarom is Bertoni overgeplaatst naar een locatie waar die de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt met zijn gedans. Een stuk verderop in Leiden treffen we een andere verkeersregelaar die zich dat wel voor kan stellen. Het is natuurlijk wel leuk voor de mensen, voor automobilisten, maar ze vat het werk niet serieus op. En dat had ik al verwacht dat je soort dingen zou krijgen, dat je niet meer mag staan. Overigens houdt deze man ook wel van een dansje. Dit is mijn vrije tijd niet. Na vieren, dan doe ik het wel. Maar niet tijdens mijn werkzaamheden. En dan heeft Marty nog een oproep. Als iemand hem ziet, iedereen kent hem, meld het even Omroep West. Dan gaan die langs met een bloemetje en een lintje. En we willen hem gewoon graag bedanken.